Hallo allemaal. Ik ben Wouter, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. In Vlaanderen willen we komen tot een samenleving waar iedereen telt. En daarom hebben we in Vlaanderen ook een Vlaams plan voor autisme. In dat plan hebben we één grote finaliteit. Komen tot een samenleving, een gemeenschap, waar iedereen zich veilig en geborgen kan voelen. Waar iedereen, dus ook jullie, zich echt thuis kunnen voelen. De voorbije maanden zijn harde maanden geweest. Corona, maatregelen, mogelijke besmettingen, afstand houden. Allemaal niet gemakkelijk. En toch zijn jullie erin geslaagd, wonder bij wonder, om volledig virusvrij te blijven. Vandaag krijgen jullie ook jullie tweede vaccin. Een ongelooflijk belangrijk moment. Een nieuwe belangrijke stap op weg naar die vrijheid. Om opnieuw aan te sluiten bij datgene wat vroeger was. Vandaag is een speciale dag voor jullie. Geniet ervan.